Verslagen lagen ze erbij. Ze kunnen het zelf bijna niet geloven en toch is het gebeurd. Het elftal dat vorige zomer nog Europees kampioen voetbal werd, is nu dus uitgeschakeld voor het komende WK. En dat ook nog eens door Noord-Macedonië. Dat elftal had nauwelijks kansen tijdens de wedstrijd, maar won dus wel. Na de overwinning gingen feestvierende Macedoniërs de straat op. De vreugde is enorm. En het vertrouwen van de fans daar ook. Ze hoeven alleen nog Portugal te verslaan en dan mag het land meedoen aan het WK. Nou, zo makkelijk zal dat niet gaan, maar ze zijn wel heel blij. Hoe anders was de stemming vandaag in Italië? We liggen eruit, Italië is in shock en we blijven thuis, staat er in de kranten geschreven. Op de plek waar van de zomer nog mensen aan het feesten waren omdat Italië Europees kampioen werd, kunnen ze het ook niet geloven. Se non battiamo la Macedonia del Nord, non possiamo andare ai mondiali. Tanto semplice. Tremenda l'assurda. En terwijl de Italianen dus treuren, vierden deze Macedoniërs tot diep in de nacht een feestje.